Paradijsvogel? Een paradijsvogel. Je hebt heel veel kleuren al hoor, heel veel kleuren op zo. Zie je? Hebben ze gewoon buiten zitten kleuren? Ja, maar dit is gewoon leuk. Ja. Muziek doen we op de straat, dansjes. Volgens mij vinden kinderen dit heel leuk. Ik vind het heel kleurrijk. En dit is gewoon nog niet af, hè? Mooi. Het is wel super veel werk als je dit maar even moet vinden. Zeker veel werk. Heel veel werk. Dat denk ik ook. Waar is een vogel, denk ik? Een vogel. Ik denk dat dat een kip is. En ik denk dat dat een zeepaardje is, denk ik. En ik denk dat dat de staart van de zeepaardje is. Vinden jullie het mooi? Ja. Maar is hij al af? Nee, nee. Je moet nog alle mozaïeken. Ik vind die een vogel. Nee, kijk, steeds door mijn ogen halen. Ik denk van nou. Kijk, ja, wel licht. Ja, hij is toch lekker? Dus je knipt ze eerst. Een knipje. Nou, je kijkt even op welke maat ongeveer. Een beetje passen en meten aan het doen. Initiatief, nou, dat komt vandaan bij het Bartje en Buren natuurlijk heel veel. We hebben heel veel activiteiten gedaan, veel mensen samengebracht in de buurt. En de mensen van HVO Querido, die zei van nou, dat doet zo, onze mensen zo goed, willen jullie een project doen? En je hebt ons het geld gegeven. En toen dachten wij van nou, we hebben bij Dapperschool dat beeld gemaakt. Eigenlijk willen we dat heel graag weer doen. En wat is nou mooi om bij hun voor de duur dan prachtige kleurrijke beelden te maken. Zo, dus dan zijn we met hun ook gaan tekenen en gaan kleien, plannen gemaakt en daar is dit uit voortgekomen. Ja. Alle hoeken van de kamer, hè? Zoeken, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Heb je genoeg licht? Die ene, daar moet nog een beetje meer wit omheen. Ja, dat... Losbikken kan ook altijd doen. Donker. Sta je zelf die vlekjes daar zo te maken. Maar als je nu van een afstandje kijkt, zie je dat zijn een, lijkt het net ook weer twee oogjes met een mondje daaronder. Zie je, groeien allemaal dingen in die je helemaal niet voorzien. En oh, kijk, nou, dat pakt nou weer zo uit. Dus dat is leuk. Nou ja, we zijn even nog met theaterdingen bezig hoor. Voor de theatershow, voor zometeen hebben we repetities. Maar ons is het niet, gaat lekker door. Het is heel makkelijk.
Ja, we moeten ook. Het gas harder op. Ja. Daar. Ja. Zij hebben ook een beetje geplakt. Welke? Die. Die. Blauw rond stukje bij de staart. Daar heb ik een stukje gedaan. Ik kom alleen op woensdagen. Speciale woensdagversterking ben ik. Ik ben er alleen als ik geen werklui over de vloer heb, want ze zijn bij mij de badkamer aan het vervangen. Ja, ook tegelwerk, maar dan anders, inderdaad. Ja. Jos die heeft wel van die banen allemaal getekend, zeg maar, met verschillende kleuren. En dan gaandeweg ontstaat het ook, hè. Dus, het is een organisch geheel. We hebben natuurlijk een thema, hè, van de vuurvogel en het zeepaard. Maar daarbinnen kunnen we natuurlijk wel een beetje variëren. En er zijn ook kleine inzetten gemaakt, wat Rulie nou aan het doen is, hè, van die kleine speciale grappige dingetjes die erin zitten. Maar er moeten ook gewoon simpelweg meters gemaakt worden natuurlijk. Een enorm zeepaard. En het stuk onder de grond is al gemozaïekt. Ja, het wel af. Zijn wel. We hebben hier getekend en geschilderd en gekleid hier met de mensen. En uiteindelijk zijn er een aantal duidelijk betekenisvolle beelden uit ontstaan. Dus de paradijsvogel of de vuurvogel. We hebben ook het vuur onderuit de aarde laten komen, dat opstijgt. De vuurvogel en het contrasterend natuurlijk het zeepaardje, want de vuurvogel is vuur, het zeepaardje is water. Zeepaardje met ook een mooie toeter, met de muziek. Muziek natuurlijk ook voor de wijk een belangrijk item. We hebben hier een Philharmonisch orkest, we hebben hier een jeugdorkest. Even kijken of dit past, hoor. Oh ja, dat wordt beeldig. Hey Max, knap zo. Gaan we nog een dansje doen? Even een dansje, oké. Okay. Hey, bedankt man. Lekker bezig. Ja, dit is wel zo'n fijne buurt. Want je gaat beelden maken natuurlijk, maar op een gegeven moment... Ja, het is allemaal fantasievol en hoe doe je dat dan? Ja, dan staan we hier net ook met Ad staan we Wonderful World te zingen en dus ja, er zijn allemaal leuke momenten. Ik denk bij mezelf, wat een mooi Amsterdam. In the colors of the rainbow, so pretty in the sky. Are also on the faces of the people going by. But your friends shaking hands saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. Babies cry. I watch them grow. Watch them grow. They learn much more than I'll never know. And if you think by myself, wat een mooi Amsterdam. Maar dit is wel alle facetten van de kunsten zijn eigenlijk wel aan de orde. Op een hele makkelijke, gezellige manier. En nou, we hebben wel eigenlijk in al die kunsten hebben we natuurlijk voor alles gedaan. Ook over de hele wereld. En je begrijpt dat het, ja, het is niet alleen dit of alleen dat. Nee, het is altijd het geheel. Heel erg breed. Je ben altijd deel van elkaars leven. En dan ben je al, bestuurlijk ben je daar ook deel van en ook als je hier woont en werkt, opgroeit, noem maar op. Iedereen helpt mee om die buurt goed te maken en dan kan je elke dag daar een steentje aan bijdragen. Laatste loodjes, hè? Ja, fijn, hè? Hoeveel steentjes heb jij nou opgeplakt?
stuk of misschien 1000. Misschien 2000. Hier een beetje bij de neus, een beetje bij de bruine ogen, andere bruine oog, hier bij het oor, aan de andere kant heb ik ook nog geholpen, aan de toeter, daarin heb ik geplakt. Zeg, hoeveel steentjes heb je gebruikt, denk je? Toch wel 1000 denk ik. Misschien 900, ik weet het niet precies. Hoeveel steentjes? Ja, ik denk dat we daar een lotto-toto op gaan zetten. Oh ja. Een prijsvraag. Ik heb echt werkelijk geen idee. Op ieder matje zit 225 steentjes. Nou, hoeveel matjes? Tientallen. Nou, we komen erop terug. We willen het toch wel graag weten. Ik zal het uitzoeken. Dat gaan we uitzoeken. Dan wordt het onderdeel van de prijsvraag. Waar zit je op te twijfelen? Nou, of we zijn snoer nog naar deze kant moeten doortrekken, zeg maar. Of dat snoer, ja, die snoer, ja. Wat vind jij? Die snoer, die kant is heel duidelijk. Ja. Er zit een groene laag tussen. Daar onderscheid je. Hij komt nu gewoon niet los van die lip. Dit, als die hier zit, bedoel je? Ja. Ja, dan moeten we hem hoger maken. Misschien wel een... Een krul, een beetje daar liggen. Ja. Maar hij heeft een gouden tand, hè, ook dus. Ja, het is wel penose, hè. Geen echte kunst. Penose kunst. Penose. We gaan het doen. We gaan die blauwe. We gaan het doen. Doe het. We gaan het doen. Doe het. Ga nu die tegels eraf hakken die we vorige week hebben geplakt. Ja. Om nieuwe tegeltjes te opdoen. Nou, we willen nu nog een beetje correcties doen. En daarna moet er nog voegen mooi gemaakt worden. En daarna moet het hele beeld nog gevoegd worden. En dat is eigenlijk echt nog wel een weekje werk voordat het mooi is. En dan moet de beplanting nog hersteld worden. Dus ja. En we wilden geen stress en je wilt het mooi en met liefde afmaken. Dus dachten we, daar heb ik wel tijd voor nodig. Hier krijgt hij nog meer groen, dat die mond een beetje meer uitkomt. Ja, precies. Dat is zwaar verslavend. Heel moeilijk om te stoppen. Heel. Hier moeten we een heel klein lichtgroenetje. Maar een driehoekje. En daar nog een driehoekje. Oh, dan moet je uit. Vrolijker. Die snor wel beter. En hij is wat gezelliger geworden. Hij kijkt vriendelijker, toch? Ja. Huh? Dan zijn we klaar met het mozaïeken. En daarna gaan we voegen. Ik ben er heel blij van. Ja, dat is te mooi.